Het type system van C en C++ is statically typed. Dat wil zeggen, de compiler gaat at compile time zien, weet wat de types zijn van de variabelen die je gedefinieerd hebt. En kan je daardoor met arrows ook helpen om bepaalde bugs te spotten. Iets wat we in Python veel minder hadden. Dus de arrows die de compiler geeft, kunnen je in meer detail helpen om te begrijpen wat er fout gaat. Van C++ wordt gezegd dat het weakly typed is. En het komt omdat er een soort impliciete conversie van types zijn. Hier is een voorbeeld, een boolean variabele. Daar kan je de waarde 5 aan toekennen. In dat geval zou dit de waarde true opleveren voor deze boolean variabele. Dus door deze impliciete type conversies is het een weak type language. De fundamental data types zijn grotendeels hetzelfde als u al bekend bent in Java. Dus we hebben een boolean, een karakter, een integer, een float en een double. In C++ is ervoor gekozen om de variabelen niet met de nulwaarde te initialiseren. Wilt u dat wel, bijvoorbeeld als u een optelling wil maken, dan zult u dus zelf uw variabelen op de waarde 0 moeten geven in het begin. Dit is gedaan ook uit optimalisatieoverwegingen. Soms wil je namelijk helemaal geen 0 toekennen en dan zou de processor extra tijd kwijt zijn met een onnodige 0 toekennen. Dus dat is een beetje de achterliggende reden waarom dat zo is. Verschillende types hebben verschillende type modifiers. Met een const kun je zeggen dat de variabele niet van waarde mag veranderen. Een pointer bent u bekend mee in de taal C. Dit is een reference en u kunt aangeven of het een short, long, signed of unsigned is. Deze gaan we niet gebruiken in de assignment. Dus die kunt u verder achterwege laten. Het is mogelijk om type detection te doen. Een integer i krijgt de waarde 5. Dat zou ik ook zo kunnen schrijven met een auto. En in dat geval zou de compiler zelf erachter komen dat dit een i, de variabele i van het type int moet zijn, omdat 5 van het type int is. Dus dit soort type deduction dingen zijn handig als de types complex worden.